Goeiedag, daar zijn we weer met een mooie vraag die van u afkomstig is. De vraagsteller zegt, ik kom termen tegen die ik niet goed kan plaatsen. Gods oordeel, witte troon, rechterstoel. Het gaat steeds over oordeel, maar voor wie en wanneer? Ik hoop dat u dit voor mij kunt verklaren. Nou, ik doe mijn best. Hier vlakbij ligt de stad Utrecht. Daar heb ik als student vele jaren gewoond. En ik moest daar ook een keer verschijnen in de Hamburgerstraat, in het gerechtsgebouw. Volgens mij had ik te hard gereden of zoiets. Dat was een gerechtsgebouw. Intussen is dat al lang ergens anders. Het moest allemaal veel groter natuurlijk. Ah, wat mooi zo in de binnenstad, dat oude gerechtsgebouw. Dat is één en hetzelfde gerechtsgebouw, maar daar zijn vele verschillende zittingen. Dat snapt u. Elke dag weer een andere. Nou, zo is het ook met de rechterstoel van God, oftewel de rechterstoel van Christus. Als u Romeinen 14 vers 10 bekijkt, en dat ligt naast 2 Korinthe 5 vers 10, dan staat er beide gevallen, de ene keer de rechterstoel van God, de andere kant de rechterstoel van Christus. Dat is in wezen hetzelfde. De Heer Jezus heeft in Johannes 5 uiteengezet dat God geen oordeel uitoefent, maar dat hij al het oordeel gelegd heeft in de handen van de Zoon. De Zoon van God, de Zoon des mensen, is degene die alle oordeel zal uitoefenen. Maar dat doet hij voor verschillende groepen van mensen op verschillende momenten. Eén gerechtsgebouw, vele zittingen. En ik ga er u drie noemen. Ik zou nog een vierde kunnen noemen. Dat is het oordeel over de geestelijke machten die momenteel nog opgesloten zitten in de duisternis. Maar dat gaat allemaal veel te ver voeren. Deze drie gaat over mensen. Het eerste vindt u in Matteüs 25. Daar staat dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon der heerlijkheid. En dan worden de mensen daarvoor hem gebracht, levende volkeren. De levende volkeren. En die worden verdeeld in schapen en bokken. Daar gaat het dus niet over mensen die uit de dood zijn verrezen. Maar dan gaat het over de mensen die op dat moment op aarde leven, op het moment dat Christus terugkomt. Want ik zeg daar even dit bij. Je ziet wel eens een keer prachtige afbeeldingen, zoals in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan. Die schitterende schilderingen van Michelangelo, het laatste oordeel. En zo hebben heel veel christenen dat ook door de eeuwen heen gezien. Er is maar één laatste oordeel. Christus komt terug en dan worden alle mensen voor hem gebracht. Maar dat is het niet. Het is een heel serie van zittingen. En in Matteüs 25 gaat het helemaal niet over alle mensen die altijd geleefd hebben. Gaat het over de levende volkeren. En in die eindtijd worden ze beoordeeld op maar één ding. Het zijn twee groepen. Ze worden genoemd schapen en bokken. Waarom? Dat voert nou een beetje ver. Schapen die zijn eigenlijk vooral voor de brandoffers, de geiten, de bokken voor de zondoffers. Doet allemaal niet zoveel toe. Die schapen, die mogen het koninkrijk binnengaan. Het Messiaanse Rijk, dat met de wederkomst van Christus aanvangt. En de bokken, die gaan naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En ze worden beoordeeld op één ding. Hoe ben je omgegaan met degene die de koning aanduidt als zijn broeders? Broeders en zusters. De broeders van de koning. Ik denk dat het daarbij vooral gaat, omdat het evangelie verder helemaal niet genoemd wordt, om de ongelooflijk veel mensen in deze wereld, veel meer dan we misschien denken, die in wezen het evangelie nooit echt gekend hebben en ook nooit verworpen hebben. Want als je het wil verwerpen, moet je het eerst kennen. Ik denk daar ook een heleboel moslims bij horen. Ook een heleboel orthodoxe joden. Hoeveel mensen in deze wereld kennen nu het evangelie echt en hebben het bewust afgewend? Dat zijn vooral mensen in de westerse wereld, waar heel veel afvalligen natuurlijk weggevallen zijn uit de christelijke kerk. Maar daar zie je een enorme massa mensen die beoordeeld worden eigenlijk maar op één punt. Hoe was jouw houding tegenover de mensen die mijn vrienden zijn, mijn broeders zijn, die ik lief heb? Het is eigenlijk in de ruimste zin van het woord ieder mens. Met andere woorden, het lijkt er alleen maar te gaan over het tweede deel van het grote gebod. God liefhebben boven alles en het tweede je naast als jezelf. Zie hoe belangrijk dat is, hè? Wij leggen de grote nadruk erop dat je toch vooral je moet bekeren en dat je de Heer Jezus moet aannemen als je verlosser. Dat is volkomen waar. Maar als je nou dat evangelie nooit gehoord hebt, wat voor een soort mens ben je dan in deze wereld geweest? Als Petrus het huis van Cornelius binnenkomt, dan zegt hij, Cornelius was een heiden.
God moest hem echt overtuigen, die Petrus, dat hij het huis van een heiden wilde binnengaan. Dat was heel wat. En dan zegt hij ook heel eerlijk, wat mooi, ik zie nu dat onder alle volken, niet alleen onder de Joden, dat mensen zijn in wie God plezier heeft. Omdat hun hart naar God uitgaat en naar hun medemensen uitgaat. Goed, dat is het eerste oordeel over die levende volkeren. Het tweede oordeel, misschien had ik dat eerst moeten noemen, maar dat maakt niet zoveel uit, want we weten toch niet precies wanneer dat allemaal exact zal zijn. Dat gaat over ons. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, ik denk niet dat dat is nadat je gestorven bent, maar dat we opgestaan zijn, dan is daar het oordeel voor de rechterstoel van Christus. Wij allemaal, ik noemde net al die teksten uit Romeinen en uit 2 Korinthe, wij allemaal moeten geoordeeld worden. Voor heel veel christenen is dat een groot punt van zorg. Oh jongens, oh, daar komt alles aan het licht wat ik gedaan heb. Zou ik dan alsnog verloren kunnen gaan? Zou God dan zeggen van, ja, ik heb het eens nagekeken in het boek van de uitverkiezing, maar u staat er helaas niet in. Terwijl je hele leven trouw ter kerke bent gegaan, ieder mens gegeven wat hij nodig heeft. En maar zo werkt het niet. Kom op, zeg. Ten eerste, als wij straks voor die rechterstoel van Christus staan, dan is dat met witte klederen en gouden kronen op ons hoofd. En degene die er op die rechterstoel zit, dat is mijn heiland en Heer die voor mij gestorven is aan het kruis. Daar gaat het helemaal niet over de vraag of jij eigenlijk wel behouden bent achteraf gezien. Maar dan gaat het wel over de vraag, wat heb jij van jouw christenleven gemaakt? Heb je de kantjes ervan afgelopen? Omdat je dacht, nou, met een heel klein beetje kan ik ook wel in de hemel komen. Of heb jij mij toegewijd gediend? En dan zie je dat er kronen worden uitgedeeld. Eigenlijk zijn dat overwinningskransen. De kroon der heerlijkheid, de kroon der gerechtigheid, de kroon des levens. In de gelijkenis van Lucas 19, de een zal met Christus mogen regeren over 10 steden, de ander over 5 steden. Het gaat om beloning. Het gaat dus niet over de vraag of je al behouden bent, maar wat er van jouw christenleven uiteindelijk bij de balans overblijft. En op grond daarvan wordt je beloond. Of je zult behouden worden zoals door vuur heen, zegt 1 Korinthe 3, met de hakken over de sloot. Omdat je van je christenleven zo weinig gebakken hebt. Dat is dus het geloof, dat is dus het oordeel over de gelovigen. Het is maar 1 groep. Het zijn al degenen die geboren tot de gemeente, maar het gaat wel over de vraag, wat zal jouw rol zijn in het Koninkrijk Gods? Boor jij bij degene die met Christus zullen mogen regeren? En hoe groot zal jouw positie dan zijn? En dat hangt allemaal samen met jouw toewijding. Natuurlijk zul je dan zeggen, ja, maar alles wat ik heb gedaan is genade van de Heere God. Pas geleden hadden we daar zo'n mooie vraag over. Maar hij zal zeggen, ja, maar het was ook jouw eigen verantwoordelijkheid. Wat heb je met die verantwoordelijkheid gedaan? En dan is er nog een derde oordeel, dat vind je in Openbaring 20. Dan moet je wel weten dat in Openbaring 19 de wederkomst van Christus wordt besproken. In Openbaring 20 vinden we het 1000-jarig vrederijk. En aan het eind daarvan, voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreken, horen we daar over de opstanding. En als je goed leest in het verband, dan zie je dat zijn de opstanding van de goddelozen. De eerste opstanding is die van de gelovigen voor de 1000 jaren. En de andere opstanding is de opstanding van de goddelozen na de 1000 jaren. Ja, als je nou je hele leven gehoord hebt, straks aan het eind komt Christus terug en dan staan alle mensen op uit de doden. Dan denk je, waar heeft die man het over? Nou, waar ik het over heb, is precies wat er staat in Openbaring 19 en 20 en 21. Ga dat nou maar eens nalezen. Dan zie je, er is een eerste en een tweede opstanding. De eerste opstanding betreft de gelovigen. Gelukkig zij die deel hebben die eerste opstanding. De tweede opstanding zijn de goddelozen. Als die opstaan, is dat ook eigenlijk maar 1 groep. Ze staan op, maar het is geen verheerlijk lichaam dat ze ontvangen. Ze worden nog steeds de doden genoemd. Want ze zijn helaas bestemd voor de tweede dood, zoals dat heet. De eeuwige dood. De eeuwige verlorenheid. En ook dan zie je dat God nog steeds een volkomen rechtvaardige rechter is. Want de boeken worden geopend en het boek des levens, daaruit blijkt dat ze behoren tot de doden, dat ze nooit tot het leven zijn toegetreden. Maar ook de boeken waarin al hun werken staan opgetekend. Daarin staan misschien al die fantastische
prachtige, mooie dingen die ze voor medemensen hebben gedaan, maar ze hebben nooit gevraagd naar de wil van God. Het waren allemaal dode werken, zoals de Hebreeënbrief dat noemt. Dat zijn geen boze werken, maar het zijn ook geen goede werken. Het zijn goede werken, maar zonder God. Goede werken die geen eeuwigheidswaarde hebben. En als dat uitvoerig is aangetoond, dan zullen al die goddelozen weten, ik heb niet anders dan het oordeel verdiend, God heeft gelijk. Het blijkt uit de stukken, ik heb niks anders verdiend. Nou, dat zijn de drie die ik zou willen noemen. Ik zei al, de vierde, het gaat over de geestelijke macht. Laten we het niet al ingewikkeld maken. Dus, Hamburgerstraat, vele zittingen. Eén rechterstoel, vele zittingen. In ieder geval minstens deze drie. Ik hoop dat u het allemaal hebt kunnen volgen. Als u nou ook een vraag hebt, vraagt u dan via vragen@groeienengeloof.nl. Wilt u zich abonneren? Dat zouden we natuurlijk prachtig vinden. Dan kunt u ook zien hoe u dat moet doen. Volgende week heeft Nato Steenhuis een vragenbeantwoording. Over 14 dagen mag ik het weer doen. Tot dan.